met de ene hand. Een kunstwerkje wat ik heb gekregen van een jongetje die een laptop had vervangen. Rotterdammer Richard Schenkerveld, daar zit hij, is de laptopman. Hij zamelt laptops in, kijkt ze na en deelt ze dan uit aan kinderen in nood door de coronacrisis. Hierdoor kunnen ze onderwijs op afstand volgen. En dat doet hij allemaal hier vanuit zijn kattenkamer. Er is heel veel vraag, ook van meesters en juffen en van gezinscoaches. En die kinderen zitten nu noodgedwongen thuis, maar de ouders ook. En die moeten allemaal aan het werk en een school volgen. En er is misschien maar één apparaat in huis. Dat zorgt voor al gauw een hoge nood. En daarom mobiliseerde hij zijn volgers op Twitter met deze succesvolle tweet. Binnen een dag duizenden retweets en duizenden likes, honderden reacties. Je bent een Rotterdammer en dan heb je zoiets, dan moet je je woorden ook in daden om gaan zetten. En dat heb ik gedaan. Toen is het balletje echt gaan rollen. Als je deze laptops nou als patiëntjes ziet, welke hebben dan de meeste zorg nodig? Deze. En die heeft een touchpad erin zitten. Dat gaat niet werken onder Windows 10. Dus dan moet ik een Windows 8.1 versie opzetten om te zorgen dat die touchpad gewoon gaat werken. We hebben nog deze. Dat is Opu. Ja, we kunnen kijken wat we er nog mee kunnen. Maar anders dan halen we de onderdelen uit die we weer kunnen gebruiken voor een patiënt die niet heel erg goed mee wil. Op dit moment heeft hij ongeveer 30 kinderen blij gemaakt met laptops. Naast deze laptopactie heeft hij ook nog een normale baan in de ICT. Ik heb nou twee banen, kan je bijna zeggen. Ik ben tot laat in de avond bezig om die laptops na te kijken en te doen. En overdag ben ik gewoon aan het werk. Ik vind het superleuk om te doen en je doet het voor de kids. Heb jij nou ook zo'n goed initiatief als Richard of heb je hulp nodig? Ga dan naar de website Rijnmond.nl, Rijnmond helpt. Of zoek ons op via Facebook, Rijnmond helpt. En misschien kunnen we elkaar helpen.